Mijn naam is Jantje Kempel. Ik vraag me af, ik heb deze affaire de laatste 2 weken gevolgd. Waarom wordt deze affaire een aantal weken voor verkiezingen in de pers gebracht? Wie vraagt u dat? Dat vraagt met name de partij in de CDA, waar onze burgervader ook lid van is. CDA dus. Erik Luijten, ja, je zal toch even moeten optreden. Waarom, Erik Luijten? Het linkt naar het feit omdat de burgemeester van CDA-huizen is, dat ik die vraag zo moet beantwoorden, is wat bijzonder. Neerman, de burgemeester doet vanuit zijn, eigenstandige functie als burgemeester. En dat hij vanuit die rol dat opgepakt heeft. Het is voor mij in die zin toch wel lastig, want ik heb die vergadering gevolgd vanaf de tribune, waarbij het ging over de artikel 15 procedure. De procedure die voor de navraag daarop van hoe is het nu met handel en wandel van in dit geval het college richting aankoop of in dit geval het vrijgeven van gronden. Ja, goed, daarvan is er meer naar boven gekomen. Ja, ik kan het niet anders zien als dat het op die manier heeft plaatsgevonden. Nog even een vraag op antwoord. Flip, ben je nog even terug gaan? Want... Maar hoe staan jullie als partij daarin dan? Volkomen openheid. Zoveel mogelijk, graag zoveel mogelijk. Hierin is ook niks te bergen, maar zou niks te bergen moeten zijn. Als het dat zo zou zijn, is het alleen maar reden te meer om het ook helder te krijgen. Dus in die zin alleen maar goed. En ik moet ook zeggen, ik betreur echt dat Petra Hoezem haar afweging gemaakt heeft op basis van wat de afgelopen week anderhalf gebeurd is. Ik vind het een verlies voor de raad, omdat ik haar respecteer op de wijze hoe zij haar raadslid vervult. Maar even nog het onderwerp integriteit. U bent lijsttrekker van een collegepartij. Is er iets mis met integriteit in de gemeente Aalten? Ik zie het ook bij Henk Meerink terugkomen, daar kom ik zo nog even op. Waarom hebben die partijen dat zo expliciet hier in het verkiezingsprogramma staan? Ja, je zou bijna zeggen, omdat het juist zo vaak hier op de invloed aan het licht komt. Kan dat dan? Ja, blijkbaar is er elke keer net iets wat dat aanwakkert, waardoor er rond deze tijd toch zaken naar boven komen. Waarbij er overigens, hoe groot of klein is soms iets, hoe duidelijk is iets wat afwijkend is. Vooralsnog, en als het dan bijvoorbeeld gaat over het vorm van die rekenkamercommissie, ja, daarvan ligt het op een helder uitslag, helder rapport. Ja, en hoe het dan verder die integriteit aan de orde komt, dat is een nota voor vastgesteld, die hebben we met z'n allen vastgesteld. Ja, zolang daar naar gehandeld wordt, is dit natuurlijk ook in. Maar wordt er altijd naar gehandeld dan? Ik neem ook aan dat het is naar hoe je bent en hoe je dingen doet. En eerlijk gezegd denk ik dat ook, en dat heb ik ook opgegeven van Petra Hoezem nog wel, dat de manier hoe zij daar werk deed, dat het ook vanuit een gedachte heeft gedaan van dat kan gebeuren. Althans, zo heb ik het ook bekeken van het kan gebeuren. Maar dat op deze manier zijn weerslag heeft, dat het haar zo geraakt heeft, daar kan er wel iets bij bedenken. Maar ik vind het wel erg jammer, want dat vind ik voor haar vind ik jammer, maar ik vind het ook voor het algemene wereld. Op deze manier gaan we ze alle, net dat beeld van de politiek, dat toch vaak het wankel is, nog weer verder dat onbuikgevoel voelen. En daarmee zijn we 4 jaar lang met elkaar hartstikke druk om dingen voor elkaar te krijgen, investeringen voor elkaar te krijgen, belangrijke dingen aan de orde stellen en daar hebben we het over dit soort zaken. Goed, juist een vraag. Zegt u even, mijn naam is Ton Eekhoff. En ik zou het ook even graag hebben over de Partij van de Arbeid en over meneer Luijten. U staat nu toch daar, meneer Luijten. Ik ga absoluut ervan uit dat iedereen hier tegen is. De raad en de gemeente hebben hier de zaak goed voor elkaar gehad. Ze hebben het voor de burger betaalbaar gehouden. Dus dat compliment heeft u. Aan de andere kant vind ik het heel jammer dat u nu in het nieuws komt met een stukje grond. Ik wil niet zeggen het kopen terug, dat is flauwekul, een deal is gesloten. Ik zou wel eens kunnen vragen van wanneer u nou voor uzelf de overtuiging heeft dat daar misschien iets aan geschort heeft, zou het ook heel netjes kunnen zijn dat je zegt, jongens, ik stort iets terug in de kas. Dat zou ook een optie kunnen zijn. Dat is de concrete vraag. Dan wil ik even naar de Partij van de Arbeid gaan. Ja, heel even, we gaan eerst even meneer Luijten iets terugstort in de kas, zegt meneer Eekhoff. U bedoelt dat van de aankoop van destijds, maar goed, als u rechtstreeks aan mij vraagt, dus de gemeente kwam bij mij en die had dat stuk grond nodig voor ontwikkeling. Ze hebben dat van mij kunnen kopen. Uiteraard op de voorwaarde dat het anders onteigend zou gaan worden, dat is de laatste fase. Ik bedoel dat toch weer daar in die twee kan op uw directe vraag of direct daarop antwoorden.
Het was dus geen vrije keuze, het was dat of een rechter gaat bepalen wat het wordt. Enfin, uiteindelijk nu is het nog niet opnieuw aangeboden. Uiteindelijk de gemeente is er nog mee bezig, het is nog eigendom van de gemeente. Hij wil geld zien van u. Ja, en die vraagt nu of ik dan dus tussentijds daar geld voor terug zou geven. Ja, dat maakt wat raar, want dan zou ik misschien wel weer zeggen, dan moet een ander misschien, hey, hij wil zo'n zeteltje terugkopen of wat ook. Enfin, dat maakt natuurlijk. Ja, dat lijkt me een beetje. Het antwoord is nee, begrijp ik. Afwijkend van afspraak. Heb je nog een vraag aan de PvdA? Nee, de PvdA is er niet, helaas. Maar ik moet goed luisteren, meneer Hout. Ik zeg ook niet dat u verkeerd gehandeld heeft. Ik zeg ook niet dat u geld terug moet gaan geven. Ik zeg alleen, wanneer u meent dat er toch iets aan hapert, dan zou het een heel goed gebaar kunnen zijn. Dan nu naar mevrouw Hoezen. Ik betreur het dat een desdanig kundig iemand zich zomaar terugtrekt uit de raad. Ja, wie dat is, dat is een bizar. Tegen wie zegt u dat? Tegen alle aanwezigen allemaal. Okay. Dat is absoluut zo. Dus die zulke soort mensen hebben we eigenlijk vaak nodig. Aan de andere kant is het zo, notabelen zijn eigenlijk ook de raadsleden. Die krijgen soms in de krant wel eens de indruk dat het halve UWV'ers zijn die er een paar uur bij verdienen. He, maar ik vind dus, de mensen in de raad zijn eigenlijk ook notabelen van een dorp. Zij kunnen er heel veel mensen buitenspel zetten, zelfs de burgemeester, noem maar op, dus hebben ze heel veel macht. Zij hebben ook een stuur richting gemeente. Wanneer u dan als raadslid een handtekening zet namens een voorzitter van een partij, snap je wat ik bedoel, dat is in feite gebeurd, dan moet u goed realiseren, zeker als u wist dat dat voor een angstige ambtenaar de indruk wekt van ik moet maar akkoord gaan met die procedure. Kortom, u vindt dat ze de handtekening niet had moeten zetten? Zij had absoluut dat niet mogen doen en dan vind ik het slap, vind ik heel slap. Ze had beter eerlijk kunnen zeggen van ik heb mij vergeten, het is mij ontschoten en ik bied mijn verontschuldiging aan. Nu loopt ze weg en blaast ze eigenlijk. Alles goed, ik ben het met u eens. Ik wil graag heel even naar Johan Pennings. Nog steeds over integriteit. Je zit ook al een tijdje in de raad. Is het een beetje integer hier in Aalten? En dan vraag ik, u bent van de ChristenUnie, een partij van een hoge moraal. Maar ik zal heel eerlijk zeggen, ik was afgelopen donderdag een van de grootste dagen die ik in de afgelopen jaren heb gehad. Ik vond het heel erg dat de kwestie Petra Hoezen aan zich de handtekening had dat hij niet moet bestaan. Ik heb toch al gezegd, dat laatste hoofd. Maar wat er daarna gebeurd is, daar is juist het punt waar het gestopt is, dat is dat lekker. Wij hebben in ons programma staan. Als er niet was gelekt, was ze niet afgetreden, denk ik. Als voor een lijst. Tenminste, voor ons in ieder geval de informatie was ze dan niet afgetreden. En was ze daarna was de zaak gewoon. Was het lek onder de pet gebleven, bedoel ik? Nee, maar daar was het lek onder de pet gebleven. Want het lek was. Het lek is gevallen, denk ik niet. De afgaan van de procedure, maar er waren een afspraak gemaakt hoe deze zaak op zouden lossen. Oké, dus de procedure was oké, alleen het lekken, dat was. De druppel. Dat neem ik aan van de informatie die ik heb wel en ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik zou heel graag eigenlijk richting iedereen toe zeggen van wij hebben in ons weten dat absoluut niet gedaan. Ik zou ook heel graag. Wat niet, het lekker? Oké, dus dan 1, 2. Ik zou ook graag van de Gelderland willen horen van hoe zij die informatie hebben ontvangen. Hebben ze die op rechtvaardige manier of onrechtvaardige manier ontvangen? Want er worden wel een aantal mensen in een daglicht gesteld, de fractievoorzitters, de wethouders en de burgemeester, in een daglicht gezet waar wij ons niet kunnen verdedigen. Dus ik zal eigenlijk als de. Vraagt u nu aan mij eigenlijk? Als de Gelderlander zegt, op dit moment, wij hebben die informatie van iemand gekregen. Op een rechtmatige manier is het akkoord. Als dat op een onrechtmatige manier die informatie hebben gekregen, dan hoor ik het heel graag en trek ik daar heel graag op conclusie uit. Ja, ik kan niet zo zeggen. Dat is ook interessant. Ja, maar dat doen we inderdaad. Zullen we dat inderdaad zitten? Ja, dat is goed. Dat is goed. Nog een vraag. Schaadt dit het aanzien van de politiek, zo'n affaire, van de gemeentepolitiek? Ja, verschrikkelijk. Ik schaam mezelf, vrij schamelijk mee, hier echt rof om hier in het dorp te lopen en zeggen, ja, dat is toch een van die toch wat waarschijnlijk gedaan heeft. En ik vind het echt een schande dat zulke dingen gebeuren. En als we afspraken maken met een aantal mensen, of het dan vertrouwelijk is of niet, op welk moment dat openbaar. Het was gewoon openbaar gekomen, alleen er zat de procedure om. Dan dien je dat met elkaar na te komen. En als er één iemand is die dat niet nakomt, die moet eigenlijk gewoon op dat moment zeggen: nou, het veld ruimen. En niet degene die op dit moment het slachtoffer is geworden. Oké,
Oké, duidelijk. Meneer Nieuwenhuis, aan u nog eens de vraag. Want u heeft het ook over integriteit. Helder en transparant bestuur, dit spreekt misschien voor zich, staat in het programma. Maar te veel belangen blijven op de achtergrond. Het bestuur doet waar het voor staat en het weet wat het abracadabra. Welke belangen blijven op de achtergrond? Ik denk dat het belangrijk is, met name helder en transparant bestuur. En dat betekent gewoon, korter de bocht, dat de bestuurders heldere rapporten met de achtergrond erbij, ook naar de raad. Want dat is wel eens een probleem. Ook als raad willen we graag goed geïnformeerd zijn over zaken. Ik heb het hier niet over integriteit of wat dan ook. Het gaat met name over transparant en helder bestuur. U zegt te veel belangen blijven op de achtergrond. Wat bedoelt u daarmee? Te veel belangen blijven op de achtergrond. Dat bedoel ik eigenlijk meer te zeggen, hè, dat sommige zaken, dat komt natuurlijk ook door het duale stelsel, laat het dat wel zijn. In het verleden was er een collegiaal bestuur, dat betekende dat de wethouders ook onderdeel waren van de raad. Door, en dat denk ik ook wel belangrijk is, door het duale stelsel dat erin is ingetreden, en dat er een gescheiden verantwoordelijkheid is tussen raad en college, betekent natuurlijk dat er enorm veel zaken gedelegeerd zijn aan het college. En dat bevordert niet altijd elke duidelijkheid naar de raad toe. Wij worden niet meer op de hoogte gesteld wanneer een normale reguliere bouwvergunning, een milieuvergunning of alles wat niet meer zijn. Dan moeten wij dat horen van burgers of we moeten ons daar verder in verdiepen als het niet werd gebeurd. Het college heeft toch wel een mandaat dan? Ja. Dat is ook het gebeuren, dat het college een mandaat heeft, maar als u dan zegt helder, transparant bestuur, dan denk ik dat het goed is dat met name het college wel, en dat doen ze wel regelmatig via raadsmededeling, maar dat het goed is dat je op de hoogte bent. Als het over het afgelopen week gaat, moeten wij dit soort dingen ook gewoon uit de krant lezen. Als raad. En daar ben ik blij om, natuurlijk. Want die wil je nog even. Ik wil hier toch heel graag op reageren, want hier wordt een zaak neergezet die gewoon absoluut niet klopt. Het college heeft het mandaat op het verlenen van vergunningen en het college geeft elke week op de raadsmededelingen, in de kranten, in de actualiteit, maar ook op de website staan voor ons alle informatie van welke vergunningen verleend zijn. Dus dit verhaal klopt gewoon van geen kant. Oké, duidelijk. Zijn er nog vragen of opmerkingen hierover, over dit onderwerp? Want anders gaan we... Ja, ik zie je vinger. Ik ben Jan Lutters en ik heb eigenlijk nog wel een vraag die bij me opkomt naar aanleiding van de heer Luiten met zijn stukje grond. Als je nagaat dat hij dat verkocht heeft, maakt hij daar dan nu nog gebruik van? Of is dat gratis? Dat is gratis. Nou, nog één vraag hierover. Ik hoef het niet te herhalen. Nou, die vraag is ook in de openbare raadsvergadering en de RTG in orde geweest. Het is onderdeel geweest van de onderhandelingen. Zolang als het niet nodig was, zou het gebruikt kunnen worden. En je kunt afspraken maken qua prijs, eventueel een hogere prijs hebben. Of je kunt het gedurende de tijd blijven gebruiken. Nou, die afweging is destijds gemaakt. Het is dus nog gewoon niet gebruikt. Er komt weer een vraag naar mij op, toch weer. Ja, het lijkt me heel erg staan. Want als je het nou zo hoort over integriteit, kunt u zich dan voorstellen dat zo'n aankoop, de hele discussie daaromheen, een smet werkt op die integriteit. Dat mensen denken van, ja, hartje klap, nou, dat soort dingen. Was het nou wel verstandig dan? Nou, dat woord smet, dat zijn uw woorden. Ik kan me uiteraard voorstellen dat daar een bepaald beeld bij kan ontstaan. En juist daarom zijn van medevaren zo nauwkeurig geweest om dit op een dergelijke manier te doen, dat je daar ten alle tijde ook gewoon verantwoording over kunt afleggen. Dat is natuurlijk wel, alles met openbaar bestuur, wat je doet, je moet het gewoon uit kunnen leggen. Hierbij is ook niets gebeurd wat niet zou kunnen. En sterker nog, ik denk dat gewoon alles open en helder tot in het rapport naar voren is gekomen hoe het daar is. En als er nog meer onderzoek nodig is, dan zeg ik onderzoek alles wat je onderzoeken wil. Voor mij is het, op mijn manier in ieder geval, integer gebeurd. Goed, bedankt.